Er is niets mis mee om te werken voor meer comfort. Ja, een van mijn allereerste business coaches die vertelde mij dit een keer heel mooi. Ik denk dat dat nou ruim 10 jaar geleden is. Hij zei, de primaat in jou, de aap in jou, die wil in de eerste instantie comfortabel zijn. En als jij op dit moment in een situatie zit die oncomfortabel voelt voor je, dan kun je wel hogere doelen hebben. Dan kun je wel meer willen betekenen voor de wereld dan alleen maar dingen doen voor jezelf. Maar die aap in jou, dat dier in jou, die wil eerst tevreden gesteld worden. Die wil eerst dat jij ervoor zorgt dat je je eigen persoonlijke situatie verbetert. Maar de maatschappij die fluistert je eigenlijk in dat dat niet mag. Dat dat egoïstisch is en dat je je altijd zou moeten inzetten voor het grotere goed. En daardoor zie je dat heel veel ondernemers vastlopen en niet voor zichzelf durven te kiezen, terwijl ze nog steeds in een hele oncomfortabele situatie zitten. Als je jezelf die toestemming geeft, je kruipt uit die oncomfortabele situatie, dan kun je gaan kiezen voor iets terugdoen en iets groters doen.